Waarom is het bij een conflict niet handig om te contrasteren? Contrasteren is iets wat we voortdurend geneigd zijn te doen. En zeker bij conflicten als er verschillen van meningen zijn. Als mensen wat gedemotiveerd zijn, dan willen we ze opbeuren. Als mensen verdrietig zijn, dan willen we ze een perspectief geven, vrolijk maken. En in 9 van de 10 gevallen werkt dat averechts. Het wordt zelfs getraind, ook in trainingen, dat als mensen boos zijn, dat je dan rustig moet blijven. En waarom het averechts werkt, heeft ermee te maken dat door te contrasteren, het tegenovergestelde gedrag te vertonen, je in feite tegen de ander zegt: Wat jij voelt is niet goed. Dat moet veranderen. Het is niet goed, het is een probleem en het kan het beste maar verdwijnen. En dat is makkelijk te zeggen, we hebben de neiging te contrasteren. Misschien vraag je je af, nou, doe ik dat dan ook? Misschien denk je van jezelf van niet, maar ik durf te voorspellen dat we allemaal die neiging hebben. Dan stel je voor: je hebt een dochter van 15. Het gaat niet zo goed met ze. ze zit niet zo, niet zo lekker in de vel. En op een dag krijgt ze verkeering met de jongen op wie ze al de hele tijd verliefd is. En haar wereld is roze en het is geweldig. En ze is vrolijk en ze staat op en ze heeft energie. En voor het eerst in tijden zie jij je dochter functioneren op een manier dat je denkt... ja, dit, dit is mijn dochter. Ze is helemaal tot leven gekomen. Dat is natuurlijk heerlijk voor haar en ook voor jou. En stel je voor op een dag maakt die jongen het uit. Gewoon zomaar, zonder enkele aanwijsbare reden. Het is over, uit. Ja, op dat moment valt de wereld van je dochter natuurlijk in duizenden stukjes. En ze is verdrietig. Nou, en als je 15 bent, ik heb het zelf van dichtbij mogen meemaken, dan ben je als meisje van 15 geneigd te zeggen: ik wil dood, waarvoor leef ik nog? Einde van de wereld. Zo, zo voelt dat dan en zo voelt het dan ook echt. Alleen als je haar ouder bent, dan weet je natuurlijk ja, over een half jaar of een jaar, dit, het gaat gewoon weer over dit gevoel. Dit, dit is tijdelijk, dat weet je. En dus is het je neiging om haar te helpen en tegen haar te zeggen: Hé, maar meid, hè, er zijn nog zoveel andere. Jongens, maar dat zeg je niet. Waarom niet? Omdat je op dat moment heel goed weet dat dat niet werkt. Ze is nou eenmaal ten einde raad. Je krijgt haar niet zomaar even uit die put gepraat. Het enige wat je kunt doen is helemaal voelen met haar meevoelen hoe het is. En daar helemaal met haar zijn. En een verbinding met haar leggen. En, en dat is het tegenovergestelde van afwijzing. En dat je haar erkent zoals ze is. Het is nou eenmaal verschrikkelijk op dat moment. Dat is niet slecht. Het is niet fout. Het hoeft niet veranderd te worden. Het is gewoon wat het is. Je gaat er niet dood van, het voelt verschrikkelijk. Sommige gevoelens zijn overweldigend, maar je gaat er niet dood van. Laat het er zijn, erken het. Het is natuurlijk een vrij extreem voorbeeld, maar ook op dagelijks niveau komen we voortdurend situaties tegen waarin contrasteren eigenlijk averechts werkt. Een vriend van mij had haast, rij, 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 auto werd hij aangehouden, politieagent, hij ja, reed 6 kilometer te hard. Oké, okay, nou goed, kan gebeuren, maakt niet uit. En vervolgens, terwijl hij, terwijl hij haast had, hij reed natuurlijk te hard, omdat hij haast had, gaat zo'n agent, die gaat er lopen, contrasteren. Verschrikkelijk, meneer, wij zijn, waar zijn wij naartoe op weg? Weet u wel dat u te hard rijdt? Mag ik even uw rijbewijs zien? Die ging er dus een heel zeker zo maken om mijn vriend maar te leren dat hij te hard gereden had. Maar mijn vriend wist dat al en mijn vriend had gewoon haast. Dus hoe meer die agent ging vertragen, en eigenlijk is dat een vorm van terreur, hoe meer die agent ging vertragen, hoe irritanter de situatie werd. Dus op de vraag, want daar gaat het over waarom werkt contrasteren bij een per definitie averechts en dan met name bij conflicten, is omdat de ander zich niet herkent. Voelt. De ander voelt zich afgewezen, hij mag niet voelen wat hij voelt. En per definitie leidt dat bijna tot het vergroten van het probleem.